Het zand gaat vol glas. De jongens en meiden van sportvereniging Geel-Zwart gaan door weer en wind op pad met hun folders over glasvezel. Ze hebben een missie. Het dorp en de omgeving moeten sneller internet krijgen, want zoals het nu gaat, kan het niet langer. Nou, wij wonen op het platteland, dus dat is niet helemaal... Nee, dat is niet goed eigenlijk. Netflixen, haal je dat? Nee, als één iemand Netflixen, kan de rest niet Netflixen. Wij hebben thuis meerdere routers staan. En dan nog heb je eigenlijk bijna geen internet. Als ik Spotify luister, kan mijn moeder geen Netflix kijken. Heb je er ook problemen mee voor school? Dat je dingen moet opsturen of doen? Of, Ja, het mailen gaat ook langzamer en... Het gaat allemaal gewoon trager en soms is het dan niet op tijd af of red je het gewoon niet. 40% van de mensen in de hele gemeente Schagen moet meedoen. Anders is het niet rendabel om het aan te leggen. Maar daar zitten ze nog lang niet op, ook niet in het zand. Zonder actie gaat het niet worden. Dus we hebben gezegd in het zand, in combinatie Zakenclub en Dorpsraad, van we gaan aan de bak. Dus laten we proberen een huis-aan-huis actie te gaan doen. Het dorp wil een voorbeeld zijn. Als het in het zand lukt om de mensen enthousiast te krijgen, moet dat ook in de andere dorpen lukken. Ja, we noemen het maar een pilot op een goed zand op mijn woord, zal ik maar zeggen. Dus ja, als het hier gaat lukken, dan gaat het in het Waaland lukken. Dan gaan ze er in warme huizen voor, een tuintje horen voor. En, dus, ja, en we rekenen erop dat de buitengebieden zeg maar, zich allemaal massaal aansluiten. Over 2 weken moet duidelijk zijn of het zand in ieder geval genoeg aanmeldingen binnen heeft. Aan de jongeren zal het niet liggen.